Zo, Jaap. Dit worden heerlijke boterhammetjes. Lekker bruin gebrand. Lekker warm ook. Hm. Nooit geweten dat er wat mankeert een koude witte boterhammetje. Is ook best lekker. Nou dan. Maar bij geroosterd komt er zo'n lekker bruin korstje omheen. En van binnen blijft het heerlijk zacht. Allemaal nieuwe wetsigheden die niks toevoegen aan waar het in het leven om draait. De tijd staat nou helemaal niet stil, Jaap. Er worden steeds weer nieuwe dingen uitgevonden. Juist, dan worden de mensen daar gelukkiger van. Misschien wel, ja. Het is in elk geval een stuk gemakkelijker. Vroeger zat je met z'n allen om de olielamp. En tegenwoordig draait het knopje om en is er licht. Olielamp was veel gezelliger. Neem nou hier in de haven. Nou heb je machines en kranen. Maar vroeger, hè, moesten de mensen dat allemaal zelf sjouwen op hun rug. Nou en? Dan waren ze wel op hun 65ste totaal versleten. Hadden ze maar een vak moeten leren. Ja hoor. Kijk eens aan. Auw! Ja hoor, daar heb je het. De moderne tijd. Mensen kopen allemaal een broodrooster, maar dat je er een EHBO-diploma bij moet hebben, dat zeggen ze er niet bij. Kijk nou, dus het smelt helemaal. Net als die hoogtezondaro van je moeder. Het zou mij niks verbazen als over een paar jaar blijkt dat je hele kop ervan gaat schilferen. Gooi ik er een beetje suiker over? Het lijkt wel een gebakje, ja. Dat ze op je 50ste denken dat je 100 bent. Mm. Dat je straks langs allerlei buitenlandse klinieken moet om het nog een beetje recht te laten trekken. Probeer jij nou ook eens even, ja. En wie moet daar krom voor liggen? Ik. Dus wie krijgt het aan zijn rug? Ik van de hoogtezon van jouw moeder. Nou, we kunnen gaan beginnen, hoor. Eerst even proeven, zus. Oh, natuurlijk. Je nieuwe broodrooster. Jappie, joh. Oh, Simon, moet er ook zo'n ding? Hallo, geroosterd brood is levensgevaarlijk. Je kan waarschuwen wat je wil, Simon. Kom je daar naar bij, Sim? Het komt allemaal uit Engeland, Nel. Hebben ze het laagste gezondheidspeil van Europa. Ja, zeker weten. En dat komt allemaal door het geroosterde brood. Waar sta jij nou weer uit je nek te kletsen? Er gaan al stemmen op in het lagerhuis om de broodrooster te verbieden. Zou mij niks verbazen. Engelsen, allemaal van die bleke bekkies. Ja, maar daar hebben wij de hoogtezon voor. Oh ja, is dat hem nou? Zo. Dat is een hele moderne hedendaagse, zeg. Ja, zeker. Mijn moeder heeft er pas een paar weken. Dan moet je er dan zo met je kop voor gaan zitten. Met zo'n brilletje op. Maar je bent nou te laat, want hij moet vanavond terug. Ik vind het maar een eng ding. En daar hebben ze dan 10 dagen onder gezeten. 10 dagen ben je mal. Vanaf vorige week woensdag, hoor. Ja, maar toch geen hele dagen. De eerste dag 30 seconden en dat voel je dan langzaam zo op. Allemaal zonde van je tijd, volkomen overbodig. Hebben we geen lekker kleurtje dan? Oh. En hartstikke gezond voor de vitamine E. Vitamine E? Dat bestaat helemaal niet, Simon. Ja, bestaat wel bij ons in de riool. In de riool. In de riool, uiteraard. Hele hoge concentraties. Ja, maar daar is het stikken donker. Geen hand voor ogen. Dus dan kan het toch nooit in dat licht zitten? Nee, natuurlijk niet, Jacobus. Vitamines, Jacobus, kennen enkel oraal. Ja, of dat je iets eet waar het in zit. Nou, ga jij maar even lekker liggen. Ik vind het toch wel een beetje gek, hoor, zus. Komkommer. Nou, het schijnt toch echt heel gezond te zijn, hoor. Anders zou dat niet in de libellen staan. Maar had het dan niet elke keer gemoeten? Nee, dat stond erbij aan het einde van iedere kuur. Want hoogtezon, hè, dat is natuurlijk heel erg goed. Maar het heeft wel een uitdrogende werking. En vandaar deze vochtinbrengende groente. Nou ja, het is in elk geval prettig voor de groenteboer. Zo. Eens even kijken. Oh. Ik was er vast begonnen. Met mijn brood? Ja, maar met mijn beleg. Is dat nou weer? Marmiet. Hé? Zit alles in.
Hoe ken dat nou in zo'n klein potje? Het nieuwste van het nieuwste. Hij wel. Huip Scholten hebben ons allemaal zo'n potje gegeven. Hij zei, jongens, de werkdruk wordt steeds hoger. Mensen krijgen het steeds beter, gaan steeds meer eten, steeds meer verteren. Dus de aanspoeling bij ons, die wordt steeds enormer. Ja? En dan is dit het probate middel. Waar tegen? Tegen ziekteverzuim. Jij bent dan nooit ziek? Nee, ik niet. Maar neem nou bijvoorbeeld Kees Voormuilen. Ja, is toch geen kleine jongen. Kees moet je geen ruzie mee krijgen. Nou, Kees legt al 3 weken plat door het Hilton Hotel. En dat is net open. Ja, waarom net? Dat hebben we vreselijk onderschat, man. Dat hebben we Kees alleen opgezet. Maar die Amerikanen, die eten natuurlijk allemaal van die enorme hamburgers met ketchup. Dus er kwam ineens een geweld op hem af, jongen. Oh. Is trouwens sowieso volkomen overbodig, dat Hilton Hotel. Laten die Amerikanen lekker bij de eigen thuis geslapen. Ja, is wel mooi geworden, ja. Ben jij er al geweest dan? Tuurlijk, ik heb het van Kees over moeten nemen. Vandaar dus deze. Ja. Kijkie. En druk. Ook goedemiddag. Bokkenpruik op. Mocht hij willen. Leuk, heel leuk. Maar ik zou jullie wel eens willen zien als je wintersportvakantie door je neus geboord werd. Jo, dan? Mijn hospita. Heb de eigen helemaal gek zitten laten maken. Is ze meegegaan? Met zijn bus naar het casino in Knokke? Ze al de geld verspeeld. Zo, fijn. Genoeg om niet met wintersport te kennen. Dan ga je toch zonder, hè? Ja, kan er moeilijk 14 dagen alleen laten, hè? Hoezo? Hetzelfde geld vuurt ze in mijn kamer. Ik ga mij zo'n hospita. Die oudschelen, Hendrik. Kent tenminste ook je poten niet breken. Ik ga niet voor het skiën, dat ken ik geen eens. Wat moet je er dan? Ik ga voor de zon. Huh? Voor zo'n lekkere bruine kiets te krijgen. Hendrik, waarom ga jij dan niet onder de hoogtezon? Hoogtezon? Ik zou er niet aan beginnen, Hendrik. Word je daar bruin van dan? Poepiebruin. Wel, nee, je krijgt alleen een beetje een kleurtje. Dat dacht ik ook. Ja, maar van ons niet. Hé? Nee, wij hebben er thuis eentje, Hendrik. Je gaat er 10 minuten onder en je kan zo in de negerhut van oom Tom. Echt waar, joh? Ja, ja, ja. Jij geeft ons een kleine bijdrage en we zijn allemaal tevreden. Oh. Ja. Ik werd heel goed gemaakt. Er is vanavond toch geen kegelen. Dus jij komt na het eten naar de kegelclub. Wij komen ook met dat ding, met die hoogtezon. En dan moet jij eens kijken. Je weet het toch wel zeker, hè, Simon? Heel zeker. Ja, omdat Jaap net zei van niet. Nee. Ik zei maar wat. Ja, Jaap hield zijn eigen van de domme, want die wou de enigste zijn. Ik wou de enigste zijn. Dat hij straks de enigste chauffeur is die de blis maakt. Ja, ja. Want Jaap is er namelijk al 9 dagen mee bezig. Ja, een dag of 9 nou, ja. Je hebt er weinig geholpen. Ja, nee. Maar dat is het mooie. Dat is het mooie. Je gaat het pas zien na de 10e keer. In het begin zie je helemaal niks. Nee. Maar Jaap gaat vanavond voor zijn laatste 10 minuten. En dan moet jij eens kijken. Jo. Ik wil vanavond eigenlijk afdansen met mijn hospita. Maar zij heeft mijn vakantie verspeeld. Dus die gaat ik gezellig even afbellen. Ja, betaal je een knaak per keer en heb jij een prachtige bruine kiets. Een knaak per keer, dat is een geeltje totaal. Ken je bek niet verder open. Wintersport is duurder. Dat is waar. Simon, die hoogtezon is van mijn schoonmoeder. Nou in. Nou, die gaat nou vanavond terugbrengen, hè? Ah. Dat denkt ze. Maar je wordt er toch ook helemaal niet bruin van? Nee. Maar hiervan wel. Tante Nel heeft een vel zo donkerbruin, u kent dat wel. Tante Nel is een kind van de zon. Tussen de spijlen van een balkon zie je de biefstuk zonder bom. Hallo Nel. Hallo Jaap, ik heb heerlijke boerenkool voor je. Ik denk dat ik om 1:50 weer thuis ben. Doe jij maar rustig al, meisje. Zal ik ondertussen misschien de hoogtezon even voor je inpakken? Heb ik al gedaan. Ja, Nel, ik vind het toch een beetje link, hoor. Dat ding in de tram en dan helemaal naar Schiedam. Ben je mal? Ik neem hem toch op schoot en hij zit goed ingepakt. Ja, maar kan ze hem beter toch niet morgen even zelf komen halen? Wel, nee. Maar met de DAF is er allemaal veel veiliger. Hoi, Nel. Wat doe jij nou? Dan komt zus vragen of hij even naar de kleine Jaapie komt kijken. Want hij heeft namelijk zijn eerste tandje. Zeg dat dan meteen! Oh, oké, okay, Jacobus, jij moet eens even iets zoeken wat net zo zwaar is. Net zo zwaar, net zo zwaar. Hier! Nee, daar moet natuurlijk wel een stekker aan zitten.
Het moet een beetje geloofwaardig zijn. Oh, de radio. Dat ziet ze meteen. Wat dan? Verstop jij deze even. Verstop. Verstop. Simon, denk je er zo van? Dat ziet ze toch meteen, man. Zou je denken? Natuurlijk. Geniaal. Hij heeft nog helemaal geen tandje. Oh, is hij zeker al aan het wisselen? Ja, je moeder in de maling. Dat is een hele pijnlijke opmerking, Nel. Je weet dat ik wees ben. Ja, Nel, moet dat nou? Simon is vondeling. Gelukkig maar, je zal zo'n kind hebben. Oké, je gaat opschieten, want je moet ook weer gesminkt worden, hè? Ja, nee. Oh, maar wacht nou eens even. Dan ben ik morgen natuurlijk te klos. Hoezo? Nou, dan wil ze weer roosteren. Hou vast. Wat maak jij nou? Als zij geen brood hebt, kan zij ook niet roosteren. Geniaal. Wacht even. Heb jij die marmiet nou? Pancake voor Zwarte Pieten. Zo. Even de finishing touch. Jacobus. Jij doet Maarten Luther King verbleken. Echt waar, zie je? Simon! Oh, mooi! Hele knappe gozer, hoor. Alleen, Nel, die schrik dreigen vanavond natuurlijk lam. Wel nee, joh, dat was hij er thuis zo weer af. Dan ben ik morgen op mijn werk toch weer wit. Nou in. Dan ziet Henkie toch dat het er al vanaf is. Henkie mankeert natuurlijk niks aan zijn ogen. Nou dan. Dan zeggen we gewoon dat maar één dagje houdt. Dan wil die toch niet. 10 dagen onder dat ding voor 1 dag gebruin en het kost hem nog een geeltje ook. Ja, nee, we laten hem natuurlijk sowieso van tevoren betalen. Maar dat bruine. Je laat het gewoon 10 dagen zitten. Schei jij eens even uit. Heb je hem. Zit maar. Goedenavond. En ik, oude zonaanbidder. Zo. Ja. Zo. Ja. Zo. Ja. 10 dagjes, Hendrik. 10 minuutjes per dag. En ze vragen je zo voor Mick en Mak. Hé? In plaats van Donald Jones. Ah. Hendrik, eerst maar even afrekenen. Hebben we dat maar gehad? Hè? Het is een hoop geld, maar dan heb je ook wel wat. Ja. Dat dacht ik ook. Hendrik, ga jij nou eens even lekker zitten. Waarom doe jij het eigenlijk niet, Simon? Hé? Ja, nee, ja. Normaal gesproken had ik dat natuurlijk altijd als eerste gedaan ook. Waren het niet dat... Huip Scholten die zegt van de week tegen mij. Zegt Simon, hij zegt, begint er niet aan, want in de riool is alles al bruin genoeg. Ja. Zo is dat natuurlijk gegaan. Nou, bij ons wel, hè, ja. Ja, voor ons chauffeurs legt dat allemaal heel anders, hè. Dat de reizigers denken, zo, er zit een gezonde jongen achter het stuur. Ja, en voor de gastarbeiders voor te blijven natuurlijk. Toen niet bij de RET. Nou, je weet het, ben nooit met die Spanjolen. Nee, natuurlijk niet, joh. Die zitten in de scheepsbouw, maar toch niet bij ons op de bus. Buenos dias. Die kennen de mensen toch helemaal niet verstaan, man. Dat is waar. Plus, een gastarbeider met een rijbewijs. Zo, Henk. Hebben jullie zo'n brilletje? Zat dat er niet bij dan? Ik geloof het niet, hoor. Nee. Mijn zonnebril en ik altijd samen door dun en dik. Ah. Nemen jullie de tijd op? Ja. Ja. Oh, Henk, je kan natuurlijk ook gelijk 20 minuten pakken. Ja, dan hoef je maar 5 dagen. Ja, dan ben je dus eigenlijk goedkoper uit. Je krijgt dan geld terug. Nee, maar je houdt 5 dagen over. En tijd is geld. Doe dat dan maar. Heel verstandig. Henk, 20 minuten. Dan ben jij dus om 19:25 geknipt en geschoren. Maar, Henkie, dan zie je dus nog niks, hè? Nee. Maar van het weekend wel. Mijn hospita die zal niet weten wat ze ziet, man. Misschien was ze wel verliefd op je, joh. Ja. Ze is een fan van Mick en Mak. Hoef je gelijk niet meer bang te zijn, dan zie je kamer aan een ander verhuurd. Nee. Molle. Allemaal een lekkere boterham met mamie? Simon, hij is voor zijn roodkoper een...
Tante Nel heeft een vel zo donkerbruin, je kent dat wel. Tante Nel is een kind van de zon. Dus, wacht eens even, Simon, waar is dat ding? Welk ding? Je hoogste zon. Op de club? Hé? Ja, natuurlijk. Henk, ik kom morgen toch weer? Dan kan iedereen er aan zitten. Wel, nee, ik heb hem heel goed verstopt. Achter de bar, onder Henkje zijn gehakt, paardendeken erover. Grandioos, Simon. Ja. Mijn poen. Als te blaf. Dat is vast 10. Wie niet weg is, wordt gezien. En de rest? Welke rest? De helft van 25 is bij mij altijd nog 12,5, hoor. Jawel, maar ik heb mijn onkosten gehad. Wat voor onkosten? Nou, idee. Ik heb het idee verzonnen. Nou, en? Nou, daar heb ik een hele tijd over gedaan. Een tijd is geld. Een knaak voor een idee? En voor de mamiet. Die had je toch van hem scholten gekregen? Wat? Die mamiet. Het moet er nog wel even af. Oh ja. Hé? Wacht even. Melk en elk over thuis komen. Fluitje van de cent met het Rotterdamse water. Hé, sterf van de borstelwormen. Ja, het schuurt van zij. Ja, ja, ja. Daar heb je het. Hé, Nannie. Hé, Sigrid, jij niet boven? Nee, er komt die kleine. Die legt een janken, joh, want... Zijn eerste tandje is nou toch echt doorgekomen, hoor. Ah, arme schat. Ja. Klaar? Schoon? Nee, niet echt. Ik hoop het niet echt. Kom op. Zo. Oeh, dat is een hele hardnekkige marmiet, hoor. Hey. Gaat het er niet af, joh? Niet echt, nee. Goh. Heb je geen peut in huis? Peut? Ja, gaat er niet af. Hier, joh. Oh, wat is op de wc. Wc. En verstoppen. Borstelen. Je laat me gewoon 2 keer voor niks lopen. Nee, maar niet kwalijk, Nel. Maar ik ben een beetje in de war. Jaap is namelijk doodziek. Hè? Ja, hij zit op de wc. Het buikloop. Dat meen je niet. Ja, ben je zo ziek, jongen? Ja, en dat komt allemaal van die boerenkool voor jou. Hoe kan dat nou? Hij heeft er niet eens van gegeten. Ja, kun je nagaan? Ja, gaat het zo rot met je jochie? Zeg, Nelly, heb jij geen Norrit in huis? Heb je hem dat dan nog niet gegeven dan? Helemaal niet aan gedacht. Mannen, jullie kunnen ook niks. Ja, gaat het er een beetje af? Ik heb hier toch geen spiegel? Oh, nee. Wilt rusten? Stokvecht! Ik zou toch zweren dat ik Norrit in huis had. Hebben jullie niks boven? Norrit, nee. Dat is tegen onze filosofie. Wat nou? Ja, stopt, hè, Norrit. Ik kan me niet hebben in de riool. Ja, nou maar slapen. Kan ik je ergens mee helpen, Knul? Ga jij maar van slapen, Nel. Ik zit hier nog wel even. Oké, nou. Als je me nodig hebt, dan roep je wel, hè? Zal ik doen. Ja, normale mensen slapen al, hoor. Gaat het nog steeds zo slecht met je, Jaap? Ma! Is die kapot? Hij is veranderd. Veranderd? In een broodrooster. Als je me nou belazert. Ik dacht, ik begin vast aan mijn kuurtje. De wind staat zeker deze kant op. Oh,
klinkt al heel wat verlichting, zus. Ja, wel even stil blijven, liggen we, want anders valt het er allemaal af. Hoe kan je nou zo stom zijn? Ja, bruin staat me nou eenmaal goed. Ijdel tuit. Daar is een hoogtezon toch helemaal niet voor. Ja, dat weet ik nou ook. Het gaat er echt niet af, hoor. Ja, dat zeg ik toch. Jij moet helemaal niks zeggen. Zo is dat. Jij moet hopen. Hopen? Dat die hoogtezon hier dadelijk weer heel huids op tafel staat. Ja, natuurlijk. Sime heeft de doos toch meegenomen? Met één hand sturen op die brommer. Het is levensgevaarlijk. Ben je mal? Er zitten toch snelbinders op? Oh. Het zit echt tot diep in de poren, hoor. Ik stuur pa morgen wel even langs met de schuurmachine. Ga jij eens even uit. Ik weet wat. Ja, geef hem wel. Zo'n kebruin, je kent dat wel. Tante Nel is een kind. Zo, mevrouw van Vliet, hij is weer veilig in de doos, hoor. Het is een geraaien. Zal ik hem meteen even in de DAF zetten? Dat doe ik straks zelf wel. Ja, hoe is het met de buikloop? Jou moet ik net hebben. Ik moet mijn geld terug. Wat je gelijk hebt, Hendrik, je bent schandalig behandeld. Ik leg het hier nou neer, mijn aandeel, 12,50 gulden. Ja hoor, ik wist wel dat je het had. Puimsteen? Puimsteen? Puimsteen. Nee hè? Ja hè? Het is of dit, of je blijft een Nederlandse Harry Belafonte. Nou, als ik mag kiezen. Zingen ken die ook niet. Ja, wie mooi wil zijn, die moet pijn lijden. Wie wil er een lekkere warme jongen met marmiet? Dat jij je eigen hero nog durft te vertonen. Alle mensen op de bus denken dat ik vlektyfus heb. Ja. Ik ben me mijn verantwoordelijkheid te degen bewust en ik heb een geweldige oplossing bedacht. Ik ga jou namelijk helemaal mooi, egaal, natuurlijk schminken. Ja, maar met schmink die heel makkelijk afwasbaar is. En dan kun je kiezen tussen pindakaas en pindasaus. Je weet wat dit betekent, Simon. Ja, ja. Je weet wat dit betekent. Ja, ja. Oh ja, ik wil ook wel even een emmertje poep voor je halen. Daar!